AW bezit 3 KI-centra, waarvan 2 de modernste van Europa zijn. Deze gebouwen combineren de voordelen van zootechniek en veiligheid. De striktste Europese gezondheidsnormen worden nageleefd. Elk centrum huisvest de beste fokstieren van het Belgisch witblauw, een witblauw dubbeldoelras. Elke stier beschikt er over zijn eigen stal. Deze sterren hebben elk hun drinkplaats, voerbak en ingestrooide box. Dankzij een buitenparcours kunnen ze buiten lopen. De gebouwen zijn toegankelijk dankzij de glazen bezoekgang. Alvorens ze in een KI-centrum binnenkomen, worden de stieren door de aankoopcommissie op de bedrijven of ten tijde van de veiling van het selectiecentrum aangekocht. Ze moeten beantwoorden aan de striktste foktechnische en sanitaire normen. Na een pre-quarantaine- en quarantaineperiode begint de stier zijn carrière in het KI-centrum van AW. Deze KI-centra elite dieren worden in de allerbeste condities gehuisvest om de kwaliteit van hun sperma te garanderen. Na elke spermagift worden nieuwe informatie van deze sprong geregistreerd om zo de voortgang van ieder geproduceerd rietje te kunnen volgen. De stieren hebben gemiddeld 1 tot 2 keren per week een sprong. De stieren worden door de verzorgers 1 voor 1 in de zaal waar de stieren dekken gebracht. Deze zaal is maximaal uitgerust voor het comfort van de dieren en de veiligheid van de verzorgers. Zo zijn er veiligheidspalen geïnstalleerd, als ook een anti-slip vloerbekleding. De verzorgers kunnen de planning en de kwaliteit van het sperma op een displayscherm volgen. Dankzij deze informaties kunnen ze de sprongtechniek aanpassen en de kwaliteit van het sperma optimaliseren. De verzorgers beschikken over de beste technieken om de sprong te vergemakkelijken. Onder andere door een kunstschede op de juiste temperatuur, als ook een gangmaakster, kan de stier in de meest ideale omstandigheden zijn sprong plegen. Na de sprong wordt het oornummer van de stier gescand. De identiteit van het dier, gelinkt aan de sprong en het sperma, wordt via een barcode geïdentificeerd en in een programma ingevoerd. Dan wordt een etiket met het ejaculaatnummer uitgeprint. Het sperma wordt door de verzorger via een luchtsluis aan het labo overgebracht. Dankzij de luchtsluis kunnen de kiemen tussen de zaal waar de stieren dekken en het labo niet overgedragen worden. Het sperma wordt onmiddellijk geanalyseerd. Onze laboranten analyseren het aantal zaadcellen per milliliter met behulp van een fotometer. Het volume wordt door weging gemeten. Vervolgens wordt een staal onder een microscoop geplaatst om de mobiliteit van de zaadcellen te bepalen. Ten slotte wordt de individuele mobiliteit geschat. Het sperma wordt volgens het volume en de concentratie een eerste keer verdund. Daarna wordt een laatste verdunning gemaakt om het verpakken en het diepvriezen van het sperma te vergemakkelijken. In dit stadium wordt het sperma aan 4 graden gehouden. Een nieuw etiket met de informatie over het lot wordt uitgeprint en op een bewaarfles geplakt. Het sperma wordt enkel in sine in rietjes verdeeld. Heel wat informatie wordt daarbij op elk rietje geprint. De eigenaar van het dier, sanitelnummer van het dier, het ras, het lotnummer, de sprongdatum, de barcode en de naam van de stier. Dankzij deze informatie wordt een totale traceerbaarheid gegarandeerd, het stokpaardje waar AW graag werk van maakt. Het invriezen van de rietjes gebeurt zorgvuldig. De temperatuur wordt geleidelijk verlaagd met behulp van de nodige software. De rietjes worden dan in quarantainecontainers geplaatst in afwachting van de postbevriezing kwaliteitscontrole. Alle rietjes worden per stiernaam opgeslagen, maar ook per lotnummer. Het spermarietje van elke stier krijgt daarbij een eigen kleur toegekend. Na 2 à 3 dagen wordt een tweede kwaliteitscontrole ingesteld. Er worden 2 rietjes voor een nieuwe analyse geleidelijk in het waterbad ontdooid. On réalise celle-là,
avec un système objectif, donc un sperm analyzer, l'espervision, qui nous permet de trouver les spermatozoïdes qui sont mobiles, les spermatozoïdes qui ne sont pas mobiles, et en plus des analyses classiques, les spermatozoïdes progressifs, donc ceux qui vont tout droit, qui ont une trajectoire tout droite et qui vont normalement atteindre l'ovule plus facilement, quoi. Het sperma dat de tweede analyse passeert, zal tenminste een maand in quarantaine blijven, alvorens het op de markt wordt gebracht. Nous distribuons de la semence de toutes les races, tout ce que l'éleveur désire. Nous recevons ici des commandes, nous les préparons et nous les livrons, aussi bien aux inséminateurs qu'aux vendeurs. Gans dit proces garandeert de klanten van AW rietjes te krijgen van een onberispelijke kwaliteit, welke in de beste condities geproduceerd worden. Inderdaad, dankzij de keuze van de stieren, de professionaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van de wetenschappelijke uitrusting en het naleven van alle Belgische en Europese normen, kan AW voldoen aan de meest veel eisende klanten. De reputatie van AW in België en wereldwijd is immers goud waard.